Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met vrij veel hoge bewolking die nog over het land trekt. Dat zien we ook op de satellietfoto terug. Maar in de loop van de dag zal de zon steeds meer gaan schijnen. Aan de westkust is wel een kleine kans op mist van zee. Als dat gebeurt, blijft de temperatuur daar steken bij een graad of 10, maar verder wordt het uiteindelijk 16 tot 19 graden in de kustprovincies en 20 tot 22 graden verder land in Er waait wel een vrij stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. Vanavond gaat de wind weer wat afnemen, verder zijn er dan brede opklaringen en zo halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 16. Woensdag belooft de warmste en zonnigste dag van de week te worden. Het wordt dan 18 tot 24 graden dat alles bij een matige zuidwestenwind en dus volop zonneschijn, ook de hoge bewolking is een stuk minder dan vandaag. Het duurt allemaal niet lang het mooie weer, want donderdag komt er een koufront vanuit het noorden. Dat gaat gepaard met bewolking en misschien een aantal buien. Verder wordt het een flinke stuk frisser, 11 of 12 graden in het noorden, 16 tot plaatselijk nog 20 graden in het zuiden. Vrijdag en zaterdag is het overwegend droog, maar wel aan de koele kant. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl